Mijn beste vrienden, wie speelt de na grondtapo met zijn one biggie barasaji en mijn actie? Tevi rustig, segi king, no make no once ma cha you ede gue. Hier en nou, Chan, onze Chan, die heeft heel Suriname weer gepakt. En iedereen stond erbij, of beter gezegd, zat erbij en keek erna. Met name de één persoon die heel goed keek, dat was niemand minder dan Mahinder. Nou, Karmi Kaulone. Maar ik ben helemaal vergeten hoe die maar heet, andere naam. Papa, Aka. Maar ik weet het ook niet meer hoor. Ja, de virus, in elk geval, we stonden erbij en we keken erna en niemand heeft iets gezegd. Nee, is niet waar. Is niet waar. De man bij Senasan voor grondconversie. Moppen naar DNA. Gona. Raad. Regeringsraad. Maar, daar hadden die mensen gezegd, nee, we zijn er niet mee eens. De president zou dit liever aanhouden. Aanhouden? Ano de Montag aanhouden, ano Biggie, president Biggie Gingas. En het allemaal toe, maar Biggie Gingas. Want de tijd nadert, u is het niet. Grondconversie betekent dat je grond die je in huur hebt, domeingrond die je in huur hebt van de overheid, zo'n 40 jaar of zo, nu mag gaan omzetten in eigendom. Dat na conversie, je draait van de ene kant in de andere. Hè? En daar is het van jou, dan mag je ermee doen wat je wil, maar dat mag je ook. Bij domeingrond. Alleen wat je bij domeingrond niet mocht, was dat ding verkavelen en het verkopen voor andere mensen. Want dat is diefstal. Dat is diefstal. Daarom moet het eerst geconverteerd worden en dan kan je je gang gaan. Chan kan niet wachten, want de verkiezingen naderen. En er zijn mensen in Holland, in de diaspora, die grond willen kopen in Suriname. En het daarna, dat zeggen ze niet in de eerste plaats, maar dat is een goed recht, verkavelen en uitzetten en het weer verkopen. Dus de metrowieder verkoper grootgrondbezitters, gevaarlijk, gevaarlijk. Jan, zit en kom, want er is natuurlijk geld nodig van nieuwe sponsors. Je begrijpt toch? Wanneer ik iets voor je doe, dan doe je iets voor mij, dan doe je iets voor mij, dan doe je... Beste vrienden, dat ding is niet vroom. Staatsraad heeft gezegd, Peter, wacht de president met deze beslissing totdat DNA, het parlement, zich hierover heeft gebogen. Maar ik zeg u, de president heeft haast. Dus de president begint te rennen. De president heeft haast. En naar de bevolking toe lijkt het een hele goede zaak wanneer je voor 25 SRD een vierkante meter mag kopen, ja, van jouw perceel, en het dan tot je eigendom maakt. Jong, geweldig. Maar, beste vrienden, wat niet gezegd wordt en wat wel gebeurt, is dat die grondconversie was niet bedoeld voor stichtingen en NV's en andere entiteiten. Die grondconversie was bedoeld voor de burger, de persoon, niet voor een organisatie.
Dus zie je die bui hangen? We zitten aan NV kon. We zitten aan stichting kon. We buying. Dat ook bij. Dat we zeer bagaan. Want u weet bijvoorbeeld. Een man als onze grote vriend. Waar ik die naam niet van mag noemen. Weet je wel. Die man. Van Saramaka. Die man heeft zoveel grond. Dus heel Suriname is van hem. Ik heb gehoord. Dat deze man alle districten afloopt om te kijken waar er nog een stuk open is. Wat hij zou kunnen jatten, bemachtigen en. Beste vrienden, ik maak er een grapje over. Maar ziet u de bui hangen? Hoe betekent conversie? En weet u waarom heel veel mensen tegen die conversie zijn? Om deze reden. Men gaat koehandel drijven met de grond. Nu mag je wel koeien op die grond plaatsen. Maar je mag geen koehandel drijven. Privépersonen, burgers van Suriname, mogen eigenlijk met hun eigendom doen wat ze willen. Nadat het is geconfronteerd, mogen ze doen wat ze willen. Alleen, wat gebeurt er met die grote NV, die heel piepklein komt uit Suriname? Heel veel geld heeft in Europa. En SRD's komt betalen. SRD's komt betalen. Voor een gigantisch grootste klant. Beste vrienden. Chandrika. Kisio. Baka. Jullie moeten oppassen. Want deze president. Is heel slim. Lijkt er. Maar goed. Hij kan met een presidentieel besluit, want daarmee gebeurt het, een presidentieel besluit en dan hakt hij de knoop door en gebeurt er wat er moet gebeuren volgens de president. Want de president is de baas. Ik heb u langer dan, weet ik veel hoe lang al gezegd, wanneer die grond wordt veranderd, geef de president, een president, nooit zoveel macht. Deze manier van blanco voormacht. Dat hadden die anderen ook, maar deze weet er blijkbaar niet mee om te gaan. Want alle concessies en alle domeingronden die worden uitgegeven, dat zijn geen eigendommen van de mensen die gegadigd zijn en de mensen die die gronden in bezit hebben. Dat zijn allemaal huurpercelen. Domeinpercelen. Geweldige grootte hebben ze. Maar het zijn domeinpercelen. Dat wil zeggen, het is van de staat Suriname. Wat deze president doet, is eigenlijk entiteiten, dat ook de stichtingen en de NV's en dergelijke, de mogelijkheid geven om bezit te nemen in Suriname. En het dan te verkopen en zichzelf te verrijken. We moeten oppassen met president Satoki. Hij is wel een lieve man, dat vindt mevrouw Satoki ook. Maar er is hier een oma. En oma heeft gezegd, ze willen die uitzending komen. Speciaal voor Satoki. En ik heb gezegd, nee, want die oma van mij uit Coroni, die hou je niet tegen. En misrep nomad tap je me voor. Dank aan abonneef Chali. Oh, Chali, kom eens morserij. Dus beste vrienden, dit voor rustig. Ik hou ze nog even tegen. Paramaribo, baribori.